Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie nieuwe inkpadjes uittesten van DecoTuin. Dat zijn namelijk deze setjes die in een blikje zitten. Je krijgt hier 12 stempelkussens die op waterbasis zijn. En er was mij gevraagd of ik deze nog in een video wilde gaan uittesten. Dus ik dacht dat is wel leuk. Dus ik ga dat doen. Dus ik ga even kijken hoe de ink bevalt. En ik ga laten zien wat je er mee kunt doen. Dus mocht je benieuwd zijn of deze inkpads bevallen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik hoop dat je geen last hebt van het achtergrondgeluid. Maar er staan op dit moment hier twee ventilatoren te draaien omdat de mussen van het dak vallen. Omdat het heel erg warm is. Maar goed, sorry alvast mocht je er overlast van ervaren. Ik heb 4 setjes. Er waren er ook 4. Deze setjes zijn €2,49 per stuk. Worden verkocht bij de Action. En het is natuurlijk super handig, want ze zitten ook al in een doosje. Dat bergt natuurlijk ook gelijk een stuk lekkerder op. Dus ik heb een setje met roze en rode. En ik zie ook zelfs nog wat paarse inkt. Ik laat het zo wel even open zien. Het is niet zo handig om dat nu te doen. Dan heb ik dit setje. Dit is met geel, oranje en ook wat grijs tinten erin. Ze hebben ook allemaal namen gekregen. Dan hebben we ook een blauw setje. En ja, je ziet ook weer wat blauwe, paarse en ook zelfs nog een aantal groen tinten in. En dan hebben we echt het setje met alle groen tinten erin. Dus dit zijn de 4 doosjes. Ik ben wel heel benieuwd of er ook nog weer andere varianten van bij gaan komen. Of ja, in de toekomst of dat dit alles is of dat ze nog weer verder gaan met de reeks. Dus dit zijn in ieder geval de doosjes. Dus ja, we gaan nu gewoon maar eens eventjes kijken of dat de inkt bevalt. En ja, wat je er allemaal mee kunt doen. Zo zien de doosjes eruit als ze open zijn. Ze hebben dus allemaal een eigen naam gekregen. Dat is wel heel erg leuk. Dus dit is dan dat groene doosje. Dan zal ik het blauwe doosje even doen. Kijk, ook hele leuke tinten erin. Dus je hebt wat dat betreft best wel veel keuze. Het gele doosje. Die ziet er dan zo uit. Heel leuk. En de roze dan nog. En die ziet er dan zo uit. Dit zijn een beetje de kleurtjes. Dus dan heb je in ieder geval een overzicht hoe de kleurtjes er allemaal uitzien. Het zijn ook best wel compacte pads. Zoals je kan zien. Ik heb geen afmeting of zo. Maar ze zijn best wel compact. Maar het is natuurlijk gewoon ideaal omdat ze in een doosje zitten. Ik heb even een blaadje gepakt. Ik heb er even iets onder gelegd voor het geval het zou doordrukken. En dan lijkt het me leuk om gewoon eerst eventjes een paar kleuren op het papier te drukken. Om te zien wat de pigmentatie doet. Oké, als je dat zo doet werkt het dus niet zo goed zoals je kan zien. Ik heb nu ook een hele lichte kleur genomen. Ik dacht ik druk hem gewoon eventjes op de pagina, maar dat werkt dus niet. Even kijken wat een eventuele donkerdere kleur dan doet. Ja, zie, die zie je alweer wat beter. Ik zal gewoon even uit elk setje een kleurtje pakken. Voordat we er natuurlijk helemaal mee aan de gang gaan. De ene kleur die heeft al heel veel pigmentatie en de andere kleur zul je dus meer moeten opbouwen. Nog eventjes eentje uit het gele doosje. Dan ga ik toch voor een geel kleurtje. Ik denk dat we deze wel heel slecht zullen zien. Nou, het valt me nog wel mee. Dus op zich, ja, is dit dus eventjes als je ze gewoon op papier drukt. Dan wil ik er als eerste instantie eventjes ook echt mee gaan stempelen. Want daar zijn ze natuurlijk voor bedoeld. Pak ik even het setje van CreaChic erbij. Om daar wat leuke stempels uit te pakken. Kijken hoor, waar ik zin in heb.
Dat vind ik altijd wel leuk. Ik denk dat ik voor een dag ga. Dat is wel een keertje leuk. Dus dan doe ik een tekst. Weet je, gaan we gezellig voor zaterdag. Het is voor heel veel mensen vaak een leuke dag van de week, omdat het weekend is. Dan doen we de maand. Nou, het is juni. Pakken we ook gewoon gelijk de maand juni. Het is wel gezellig. Die. Een bakje koffie is ook altijd wel lekker, dus we doen een koffietje erbij. En dan doen we er een meisje bij. Dit zijn dus clear stamps. En daar ga ik het mee proberen, omdat ik dan gewoon goed kan zien of dat de inkt opneemt. Ik gebruik dit keer niet mijn stempelhulpje. Omdat het nu natuurlijk echt om de inkt draait. Ik heb mijn acrylblok. Dan ga ik eventjes beginnen met het meisje. En die ga ik met zwarte inkt doen. Want die zou je dan eventueel ook nog kunnen inkleuren. Moet ik alleen even kijken waar nou de beste kleur zwart. Het is ink black. Dus ik ga dan voor deze kleur. Die ga ik nu proberen deze stempel mee in te kleuren. Althans aan te zetten, hè? Want inkleuren dat wil ik straks nog even proberen. Zo, dat ziet er op zich goed uit. Mijn hele vingers zitten eronder, maar dat maakt niet heel veel uit. Altijd fijn. Dan zet ik die er gewoon nu op. Oh, ziet er heel goed uit. Hij zit er echt heel goed op, zoals je. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Kijk. Dat gaat heel goed. Die zit er gewoon heel mooi op, die stempel. Dat was een succes. Ik ga even een bakje pakken waar die stempel in kan. Want die moet ook even schoongemaakt worden zo. Dan vind ik het wel leuk om de tekst zaterdag een kleurtje te geven. Dus die wil ik dan eigenlijk met een rode kleur doen. Of roze? Roze. Nee, ik ga voor roze. Ik ga voor de kleur Favavou. Dat is deze. Daar ga ik de tekst mee proberen te zetten. Ik zal zeggen dat het heel makkelijk gaat. Hij neemt wel heel makkelijk op. Dat is wel echt top. Leuk kleurtje ook, Favavou. Zo. Even kijken hoor, hoe moet ik hem er nou opzetten? Oh, wat goed! Hij zit er echt helemaal goed op. Kijk, de tekst zaterdag zit erop. Fantastisch, dit werkt echt heel goed. Dan doen we ook het kleurtje juni. En omdat we een beetje in de zomervibes zitten, lijkt het mij leuk om dat met een geel kleurtje te doen. En daar ga ik de kleur giraf voor nemen. Ik vind het heel erg leuk dat ze ook echt namen hebben gekregen. Dat geeft het toch een leuk extraatje, vind ik zelf. Maar ik vind tot nu toe de inkt echt heel goed werken. Zo. Juni. Here we go. Ook al zo goed gelukt. Kijk dan. Hoe goed zit dit erop? Dit is echt fantastisch. Nou, en dan gaan we natuurlijk het laatste even doen. En dan doe ik dat koffiekopje. En nou heb ik eigenlijk wel zin om een, ja, dit kleurtje te nemen. Die vind ik echt heel tof. Dat is Power Pink. Hij neigt ook wel een beetje naar het
paars toe, vind ik zelf. Het kan zijn dat deze wat te licht is hoor, dat hij niet helemaal goed oppakt. Laten we het gewoon proberen. Oh, perfect. Zit er ook perfect op zoals je kan zien. Dus met deze stempels werken ze echt super. Dat is echt heel erg fijn. Dus dat is in ieder geval echt een hele goede geslaagde actie eigenlijk. Nou wil ik ook eventjes gaan kijken of we hiermee kunnen gaan verven. Dus dan ga ik even mijn inktblok voor schoonmaken. Dan ga ik kijken of ik dit meisje leuk kan inkleuren. Dus dat ga ik nu eventjes proberen. Nou, hoe wil ik dit meisje nou gaan inkleuren? Ik gebruik hiervoor weer mijn blok. En dan ga ik eens even kijken. Nou vind ik het leuk om met de kleur grass green. Dat is deze kleur. De sjaal bijvoorbeeld in te gaan kleuren. Wat ga ik nou proberen? Of dit werkt, weet ik niet. Ik druk nu dit inktkussen gewoon op het acrylblok. Dan denk je misschien, huh? Maar ik ga je zo laten zien hoe ik het dan ga proberen. Nou ga ik mijn kwastje, ik heb gewoon even een gewoon kwastje, die ga ik activeren met water. En dan probeer ik er eigenlijk een soort van verf van te maken. Dus dat is dus het doel wat we gaan proberen om in te kleuren. Nou, laten we het proberen. Je ziet eigenlijk wel dat het een soort van verf wordt nu. Oh ja, dit kan. Het wordt niet heel donker, maar op zich is dat leuk, want zo blijf je ook de lijntjes zien van de stempel. Oh, dat werkt echt wel heel erg goed. Je moet wel zorgen dat hij helemaal goed droog is, anders kan het zwarte een beetje gaan uitlopen. Maar je ziet wel inderdaad dat hij nu kleur krijgt en dat is wel echt super leuk. Het is niet heel intens, maar dat maakt niet uit. Nou, dan gaan we gewoon even verder met de volgende kleurtje. Ik zal eventjes een doekje pakken dat ik deze steeds kan schoonmaken. Dan gaan we dat gewoon eens even verder proberen of dat die leuk ingekleurd kan worden. Het haar ga ik met de kleur amarille doen. Geel blond haar. Dit is wel een wat lastige kleurtje, want die zie je iets minder goed op het blok. Maar we kunnen altijd weer wat bijpakken. Een beetje activeren. Ik zie wel dat deze er iets meer moeite mee heeft. Oh, deze blijft groen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, hij wordt wel geel, maar het is niet een hele mooie geel zoals ik het nu zie. Ik ga toch een ander haarkleurtje nemen. Ik maak er wel een meisje van met Dutch Flag haar. Kijk, Dutch Flag is een soort oranje kleurtje. Het is natuurlijk ook maar gewoon, je kunt het natuurlijk gewoon een beetje op je eigen manier doen. Wow, die is wel heel intens, Dutch Flag. Die zie je wel heel goed. Nou, dan moet het goed komen met haar haar. Die een beetje droog maken. Dan kun je eigenlijk al heel goed zien dat het geactiveerd wordt. Zie je, het wordt nu eigenlijk een soort van verf als je er overheen gaat. Oké. Oh ja, dit werkt wel heel goed bij haar haar. Probeer het binnen de lijntjes te doen. Dat is niet mijn sterkste punt, maar ik heb ook een vrij groot kwastje. Ik zie zelfs dat ze een haarbandje in heeft.
Of niet? Zo heet het wel, Corny. Nou, ik maak haar haar gewoon even helemaal oranje hoor, want dat vind ik zo'n lastig iets. Ik vind het leuk dat het zo goed werkt. Daar viel een doosje om. Ik vind het wel echt leuk. Je kunt hem natuurlijk gewoon weer iets oplichten. Zo. Die maken we weer even schoon. Wat voor kleur trui ga ik doen? Ik ga voor de kleur paprika. Ik ga een paprika kleur trui maken. Dat is ook een beetje een donker tintje. Dat lijkt me wel heel leuk. Zo. Ik vind het wel heel leuk dat je echt meerdere dingen hiermee kunt doen. Dus in dit geval ook dat je gewoon kunt inkleuren. Dat vind ik wel echt heel tof. Nou, dan moet ik alleen nog even kijken of ik een kleurtje heb voor haar gezicht. De lippen en zo laat ik nu even voor wat het is, want dat is allemaal best wel lastig. Even kijken hoor, of ik een beetje een goed kleurtje heb. Ik zit te denken aan Beautiful Blush. Dat is deze, om dat het gezichtje ermee te doen. Of het wat wordt, dat gaan we zien, want het is wel weer een licht kleurtje. Zo. Oh ja, die neemt wel goed op. Dat had ik niet helemaal zien aankomen. Zo, even activeren natuurlijk. Zo, en dan is hij helemaal ingekleurd. Nou, zo ziet het meisje er ingekleurd dus uit met de inkpads. Het zwarte is dus de basis. Nou, hier heb je een gewone stempel die ik dus heb gezet. En hier zijn dan de twee teksten. Ik moet zeggen, ik vind het echt heel goed werken. Ik vind de teksten ook zo duidelijk met de inkt. Ik had dit, ik weet niet of ik het verwacht had. Maar ik ben wel super enthousiast voor eigenlijk zo goedkope inktsetjes wat ze kunnen. Nou, wat vind ik nou van de inkpads? Ik denk dat het niet heel verrassend is dat ik heel enthousiast ben. Want ik zal het nog eventjes een keertje laten zien. Deze heb ik ingekleurd met de inkpads en deze heb ik dan gewoon gestempeld. Maar ik ben zo enthousiast dat de stempels er zo goed op komen. Ik vind die teksten ook zo duidelijk. Kijk dan. Juni en zaterdag is allemaal zo duidelijk. Het kleuren is ook leuk. Als je hiermee wilt inkleuren kun je ook een brushpen gebruiken hoor. Maar ik heb nu even een brushje gebruikt. Ik vind het echt hele leuke setjes. Voor die €2,49 wat ze kosten bij de Action kan ik echt zeggen van je kunt er heel veel mee doen. Omdat ze natuurlijk op waterbasis zijn. Ja, ik ben echt heel enthousiast wat dit allemaal kan en wat voor leuke dingen je hiermee kunt doen. Ik bedoel, ja, het is stempelen, maar je kunt er dus ook mee verven zoals je hebt kunnen zien. Ik vind het echt super leuk.
Ik hoop in ieder geval dat het duidelijk is geworden in deze video wat je allemaal met deze inktsetjes kunt doen. En mocht je nog vragen hebben naar de hand van deze video, mag je ze natuurlijk altijd achterlaten bij de comments. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij deze setjes ook al hebt gekocht. Of dat je naar aanleiding van deze video nieuwsgierig bent geworden om ze misschien alsnog aan te schaffen. Dus, nogmaals, ze komen dus bij de Action vandaan en kosten €2,49 per setje. En dan krijg je dus in ieder doosje 12 inkpads. Ik ben in ieder geval super enthousiast. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. En hoef je niks meer te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!